Ik ben dus Roy Platje, eigenaar van Red Online Marketing. En wij hebben dit platform Comeback Marketing gelanceerd om zoveel mogelijk kennis te delen over wat je nu in deze tijd zou kunnen doen. Voor veel bedrijven start het nu weer op. Er was nu natuurlijk een soort tussenperiode tussen voor recreatiebedrijven, tussen annuleringen. En nu het weer langzaam opstart, gelukkig. Ook voor sommige travelbedrijven start het weer op, maar dan nog steeds ja, kun je deze tijd goed gebruiken om te werken aan je comeback. En daarom organiseren we diverse webinars en vandaag ook in samenwerking met Blogs voor Travel, waar Renske, nou, ik heb hem al gezien, echt een heel leuk webinar gaat geven. Blijf dus ook zeker kijken tot het einde. Nog even kort, wij zijn Red Online Marketing. Wij hebben met 12 mensen zijn we actief in de reis- en recreatiebranche. We werken dus alleen voor reis- en recreatiebedrijven. Dus van attractieparken, groot en klein, tot campings, vakantieparken in Europa en tour operators. Ook veel specialisten werken we voor. Wij beheren voor hen Google Ads, Facebook Ads. We doen content marketing, SEO-optimalisaties, e-mailmarketing. En dat alles doen we in het Frans, Duits en Nederlands. We hebben ook mensen op 3 locaties zitten. In Bordeaux zit René, die al onze Franse campagnes coördineert. André in Duitsland en we hebben een Nederlands en Duits team in Utrecht zitten. Althans, de meeste werken nu, zoals jullie ook waarschijnlijk, allemaal vanuit huis. Maar dat bevalt bij ons heel goed. We waren al heel erg gewend om digitaal te werken, omdat we mensen natuurlijk op meer locaties hebben. Dus dat bevalt voor ons eigenlijk ook wel heel erg goed. Nog een aantal klanten waar we voor werken, dus echt alleen reis- en recreatiepartijen. Dus voor ons was het ook een uitdagende tijd, omdat het voor onze klanten heel spannend was. Veel mensen die ik zie, die hebben we alles eerder gezien. Dus heel erg leuk dat jullie meerdere webinars volgen, ook een hoop nieuwe. Vragen kun je altijd stellen via de Q&A. Daar stel ze ook gerust tussendoor. Dan zal ik ze aan Renske stellen. Renske kan zich dan vooral focussen op de presentatie. En ik zal op een aantal momenten kunnen onderbreken om haar de vraag voor te leggen. Schroom niet, hoe meer vragen, hoe liever. Dat is ook wel leuk voor iedereen. Daar leren we allemaal het meest van. En tussendoor organiseren we een aantal polls. Renske wil graag weten hoe jullie mening is over een aantal dingen, hoe jullie erin staan. Dat is voor degene die de webinar ook geeft ook gewoon leuk om te zien dat er ook daadwerkelijk mensen in de zaal zitten. We zijn al met meer dan 70 mensen nu, dus dat is ja, interactiviteit wordt heel erg gewaardeerd. Renske, ik neem eigenlijk helemaal blind aan dat jij ook klaar zit. Start gewoon je video en geluid op. Ja, helemaal goed. Ja, ik fijn. Zit er inderdaad klaar voor. Helemaal goed, fijn. Dan zal ik mijn schermdeling stoppen. En dan nodig ik jou graag uit om het over te nemen. Veel plezier. Yes. Dankjewel, Roy. Even kijken. Ja. We zien je presentatie nu ook. Hop. Dat is goed om te weten. Dan zou ik hem starten. Nou, allereerst hartstikke bedankt voor de uitnodiging, Roy, om de webinar te geven. Hartstikke leuk om te doen. Het is voor mij ook de eerste keer om op deze manier een webinar te geven, dus ik ben benieuwd. Even kijken. Nou, wie ben ik? Ik ben Renske. Ik ben projectmanager bij Blogs for Travel. Daarnaast heb ik ook heel lang voor ons zusterbedrijf Team Animation gewerkt. Daar heb ik animatiewerk gedaan op de campings. En daar doe ik nu ook onder andere de marketing van. Vanuit mijn opleiding communicatie en organisatie eigenlijk meteen bij Blogs for Travel terechtgekomen. Kende Richard al via Team Animation. En vanaf toen samen eigenlijk het bedrijf verder gaan ontwikkelen. En gefocust met name op content marketing en onze eigen platforms. Waar ik eigenlijk ook benieuwd naar ben wie ik eigenlijk voor me heb. Vooral benieuwd wat jullie achtergrond is en wat jullie kennis is van content marketing, zodat ik daar ook een beetje op in kan spelen. Ik heb de poll gelanceerd voor iedereen die aanwezig is. Als je het via het web volgt, dan zie je de poll niet in beeld komen. Dat is alleen als je de Zoom-app gebruikt. Maar ik zie al een hele hoop binnenkomen. Als ongeveer op 2/3 zijn, zal ik het delen met je, Renske.
Ja, dat is goed. Maar dat gaat heel hard. Lekker, leuk, actieve zaal. Ik zal mijn resultaten delen. Als het goed is, krijgt iedereen die te zien. Ja, ik zie inderdaad veel mensen werkzaam binnen toerisme. Ook een aantal marketingprofessionals en tekstschrijvers. Dus dat is goed om te weten. Veel mensen die een beetje voorkennis hebben. Nou, dat is altijd handig natuurlijk. En ook wel logisch. Oké, ik ben benieuwd wat jullie ervan kunnen opsteken. En stel gerust vragen tussendoor, zei Roy ook al. Dat mag altijd. Wie wij zijn, wij zijn een contentmarketingbureau binnen de reisbranche. Dus we hebben echt een specifieke focus op de reisbranche. Dat vinden we ook belangrijk, omdat het ook goed aansluit bij ons zusterbedrijf, Team Animation, waar ik het net al over vertelde. Voornamelijk wat bij ons belangrijk is domeinontwikkeling. Misschien kennen jullie glamping.nl wel, of hebben jullie eens gehoord van kidscampings.com. Glamping.nl is ons grootste domein. Daarop, die zullen we later in deze presentatie ook nog wat vaker terug gaan zien. Aan de hand van glamping.nl zou ik jullie ook een aantal dingen gaan uitleggen. Verder doen we veel content management voor bedrijven. Dus we schrijven bijvoorbeeld SEO-teksten of blogs. Eigenlijk van allerlei soorten content. Alles wel voor online. Dat doen we onder andere voor Zoever. Maar ook voor luxe tenten hebben we bijvoorbeeld pas nog een whitepaper geschreven. En daarnaast werken we ook heel veel samen met freelancers om grote projecten te kunnen draaien. Zelf zijn we nog een vrij klein bedrijf. En best wel nog een beetje in de opstartfase. Dus we werken veel samen met freelancers om ook grotere projecten te kunnen draaien, bijvoorbeeld grote SEO-projecten waarbij je echt kunt denken aan regiopagina's voor alle regio's waar je op vakantie kunt binnen Europa. Dus dat is een beetje wat wij doen. Vandaag in deze webinar neem ik jullie mee in eigenlijk drie onderwerpen waar je rekening mee moet houden in je contentstrategie, basiskennis van SEO en data-analyse en tot slot zou ik 10 praktische tips meegeven om creatief te schrijven. Wat ik vooral belangrijk vind om te melden is dat wij zeker bezighouden met creatief schrijven, maar dat er wel altijd data aan ten grondslag ligt waarop wij de onderwerpen waarover we schrijven baseren. En daarom vind ik het ook belangrijk om jullie niet alleen mee te nemen in het creatief schrijven deel, maar ook in alles wat er bij ons aan vooraf gaat voordat wij een blog of een artikel of een opdracht voor een klant doen. Wat mij betreft is dan ook een succesvolle contentstrategie continu werken aan je SEO-positie. Ik zal zo nog iets meer toelichten wat SEO inhoudt en wat je daarmee kunt. Het analyseren van je resultaten. Nou, wij werken met name met Google, omdat dat toch de grootste zoekmachine is in Nederland. En onze content echt focust op de Nederlandse markt. Doelgerichte content schrijven, dat volgt eigenlijk ook een beetje aan het doen van analyse. En natuurlijk inspireren op social media om je community ook betrokken te houden bij je content. En te zorgen dat je ook verkeer krijgt naar je website toe. Allereerst werken aan je SEO-positie. Nou, wat is SEO? Veel van jullie zullen het wel weten, maar SEO is eigenlijk zoekmachine-optimalisatie. Dus eigenlijk alles wat je doet om op een organische manier hoger in Google te komen. Betekent bijvoorbeeld als je gaat zoeken op een glampingvakantie, dat je misschien naar Frankrijk wil, misschien wil je naar de Ardèche, dan zoek je waarschijnlijk op een glamping in de Ardèche, of een glamping in Frankrijk, of een glamping met kinderen. En dan hopen we dat onze website glamping.nl daarin naar boven komt. Je hebt natuurlijk ook SEA, dat is echt het adverteren. Dus advertenties in zoekresultaten, meer gerichte targeting op bijvoorbeeld een bepaalde campagne of een bepaalde bestemming die je nog wilt promoten, omdat het hoogseizoen die nog beschikbaar heeft. En organische zoekresultaten, dat is echt SEO. En daar, dat is ook niet betaald, uiteindelijk natuurlijk wel, want je betaalt ook in je uren die je steekt in de content. Wat we ook een verschil is dat SEO voornamelijk op de korte termijn, of op de lange termijn bedoel ik, heel relevant is. En SEA wat meer op de korte termijn ook tot resultaat kan leiden. Uiteindelijk is het beste om een beetje een wisselwerking tussen beide te hebben. Omdat je met SEO ervoor zorgt dat je website over het algemeen beter presteert. En met SEA kun je op korte termijn toch de resultaten bereiken die je misschien anders niet zou kunnen. Waar ik benieuwd naar ben, is of jullie al rekening houden met SEO op je website? En de enquête is dus inmiddels al gestart. We hebben echt vandaag een hele actieve zaal, zeg. Nou, heel goed. Dan komen de resultaten.
Bijna iedereen inderdaad. Dan ben ik ook natuurlijk heel benieuwd wat jullie precies doen, maar dat is natuurlijk met zo'n grote zaal een beetje lastig. Wat wij zelf doen, omdat wij met WordPress werken als systeem, maar in andere systemen zijn er ook zat tools die je kunt gebruiken om eenvoudig je teksten te checken op bepaalde factoren, of ze daaraan voldoen of niet, om te zien of Google ze in ieder geval goed opneemt. Dat is natuurlijk niet helemaal altijd 100% waar. Soms gaat inhoud ook boven de SEO of de leesbaarheid, en is het gewoon belangrijk om bepaalde woorden te gebruiken. Wij hebben bijvoorbeeld bij een van onze websites dat je veel agritourismos kunt boeken. Dat zijn kleine vakantieboerderijen. Op het moment dat je dan vaak het woord agritourisme gaat gebruiken, dan geeft die automatisch ook een hogere score op moeilijkheid van de leesbaarheid, omdat je dan een moeilijk woord gebruikt. Dus het ligt wel een beetje aan, moet het altijd een beetje met een korreltje zout nemen, maar het is wel een goed hulpmiddel om in ieder geval te zien of je tekst goed leesbaar is. De leesbaarheid meet je bijvoorbeeld hoeveel zinnen meer dan 20 woorden bevatten, dus of je niet te veel lange zinnen gebruikt. Hij kijkt ook naar of je paragrafen niet te lang zijn. En hij doet nog een aantal testjes om te kijken of je zinnen ook goed op elkaar aansluiten en de inhoud ook makkelijk te lezen is voor mensen. Daarnaast doet hij ook een SEO-check. Die kun je eigenlijk nooit helemaal 100% goed hebben. Dat ligt er een beetje aan. Het kan soms wel eens voorkomen, maar het is ook niet iets waar je per se helemaal 100% op moet scoren. Waar je vooral naar kunt kijken is, heb je een bepaald trefwoord dat je aan een pagina koppelt? Komt die dan ook vaak genoeg voor in het bericht? En komt die dan bijvoorbeeld ook terug in een meta-omschrijving? Dat is de omschrijving die je terugziet in Google, wanneer iemand daar een zoekopdracht doet. En zijn er afbeeldingen op de pagina die bijvoorbeeld ook het zoekwoord bevatten, zodat die ook weer terug te vinden zijn in Google Search Image? Dat zijn allemaal dingen die onze Yoast SEO in WordPress automatisch checkt. Er zijn ook verschillende varianten, dus je kan altijd een beetje kijken van wat voor jou het beste werkt. Wij zijn met name een inspiratieplatform, dus voor ons werkt dit prima. Maar ik kan me ook zo voorstellen, er zijn ook uitgebreidere varianten waar je gebruik van kunt maken. Om gewoon een indicatie te krijgen van hoe je tekst presteert op je website. Data-analyse is ook heel erg belangrijk. Ik ben benieuwd welke vorm van data-analyse jullie al gebruiken. Oké, het komt weer in beeld. Voor mensen die later aansloten, je ziet hem waarschijnlijk niet als je via het web meekijkt. Maar alleen als je dus via de Zoom-app meedoet. En stel ook gerust je vragen tussendoor. Je hebt eigenlijk altijd over Yoast plugin. Zijn er nog andere ik zie ook eigenlijk bijna alleen maar Yoast, maar nog andere plugins die wel eens gebruikt worden? Door ons dus niet. Maar in heel veel systemen kan je ook niet Yoast SEO gebruiken. Er zijn ook wel systemen die hun eigen SEO tool hebben. Dus dat is een beetje afhankelijk van het systeem wat achter je website zit. Ja, dat vraagt Mike ook. Werkt bij een tour operator. Je gebruikt geen WordPress. Zijn er andere plugins behalve Yoast? Of dingen die je eigenlijk extern gebruikt? Ja, het beste kun je dan voor je specifieke systeem eventjes kijken wat daarvoor beschikbaar is. Wat ook kan, wat ook veel bedrijven hebben, is dat ze een WordPress hebben naast hun eigen systeem, waarin ze dan de blogcontent en content plaatsen. Dus dat ze daarin eigenlijk het contentdeel verzorgen, zodat je daar wel die tools hebt en dat je het uiteindelijk koppelt aan je systeem van je website. Oké. Ik zal de resultaten even delen. Veel gebruiken inderdaad Google Analytics sowieso, of een combinatie. En een heel klein aantal gebruikt Google Trends of analyseert nog geen data, en Google Search Console wordt ook wel eens gebruikt. Alright. Goed om te weten. Wij gebruiken zelf een combinatie van de tools. Google Analytics is denk ik wel de belangrijkste. Ik heb hier van glamping.nl de resultaten van juli van vorig jaar even weergegeven. Het is eigenlijk altijd het basisscherm wat je te zien krijgt in Google Analytics. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere functies. Die ga ik niet allemaal één voor één bij langs nu. Dat kan ik wel op een later moment in Google Tool Workshop doen. Maar daarvoor zitten we hier nu niet. Wat je eigenlijk ziet is dat we in de maand juli 28.000 gebruikers hebben gehad op de website glamping.nl.
Het gemiddelde ligt rond de 30.000, dus dat was iets lager dan gemiddeld. Wat eigenlijk vooral belangrijk is om hier in één oogopslag te kunnen zien, is hoeveel pagina's bezoeken nou die mensen gemiddeld op je website. En hoeveel mensen haken ook direct weer af op je website of blijven juist langer hangen. Nu zie je dat in dit geval in de maand juli het zo was dat mensen gemiddeld 3 pagina's op onze website bezochten. Dat kan je zien bij pagina's per sessie. En daarnaast zie je dat het bounce percentage op 46% ligt. Dat is best wel laag. Meestal is een bounce percentage van een gemiddelde webshop ligt rond de 70%. Dat is natuurlijk een iets ander verhaal, want glamping.nl is een inspiratieplatform en echt heel erg gericht op het mensen bereiken vanuit interesse. Dus vandaar ook dat het bounce percentage van glamping.nl lager ligt, omdat de content vaak beter aansluit bij de bezoeker en er ook geen campagnes draaien in Google AdWords, echt alles op inspiratie is. Dus er zijn ook niet heel veel mensen die bijvoorbeeld klikken op een advertentie en dan meteen weer van de website afgaan. Dus dat zorgt er ook voor dat ons bounce percentage relatief laag is. Google Search Console gebruiken wij vooral om te kijken welke positie bepaalde zoekwoorden hebben. Nu is het wel zo dat alle zoekopdrachten van mensen hier in beeld komen. Dus ook op het moment dat er bijvoorbeeld een WK is, dan kun je hier ook bijvoorbeeld zien glamping, waar kan ik het WK kijken. Dat is voor ons natuurlijk niet een hele belangrijke zoekterm, maar die wordt wel in deze resultaten meegenomen. Dus je moet wel altijd even goed kijken voor welke zoekterm je ook graag goed wil scoren. Nou, wij willen natuurlijk goed scoren op glamping en glamping Nederland. Dus top dat die twee tot de meeste zoekopdrachten leiden of in ieder geval de beste positie hebben in Google. En zo kun je per zoekwoord eigenlijk gaan kijken van wat is de score op dit moment van mij? Wie zijn mijn concurrenten? Waarom score ik hier wel of niet goed op? En op basis daarvan kun je ook proberen je gemiddelde Google-positie te versterken. Bovenaan zie je ook hoeveel kliks er in totaal naar onze website zijn gegaan, hoe vaak we zichtbaar zijn geweest in Google en wat onze gemiddelde click-through rate is. Dus dat zijn de mensen die daadwerkelijk als ze ons in Google voorbij hebben zien komen ook doorklikken naar de website. Die ligt gemiddeld genomen rond de 3% voor mensen. Dus wat dat betreft was deze maand een redelijk goede score. Alleen voor mij viel onze gemiddelde Google-positie in deze maand wel lichtelijk tegen. Want meestal ligt die wel ietsjes hoger. Maar ik kan me ook voorstellen omdat in de maand juli meer mensen denk ik ook op zoek zijn naar activiteiten die ze kunnen doen op bestemmingen. En wij natuurlijk meer focussen aan het promoten van bestemmingen en de accommodaties. Google Trends gebruiken wij ook wel wat minder vaak, maar die gebruiken wij met name om te kijken wat de trends zijn binnen de glampingmarkt. Of op het moment dat je natuurlijk voor kidscampings.com zou kijken, zou je andere zoektermen intypen. Je kan dit voor alles doen. Je kan ook kijken, je kan bijvoorbeeld ook tandpasta's invullen als je benieuwd bent welke tandpasta merken populair zijn of wat mensen op zoeken omtrent tandpasta. Wat wij in die tijd hebben gezien was dat Slovenië heel populair was voor glamping. Dat een opkomend iets was. Dus op dat moment hebben we ook besloten om onze sales te investeren in glampings in Slovenië. Dus om te gaan kijken welke glampings zijn er in Slovenië, welke aanbieders zijn er in Slovenië. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat er ook aanbod in Slovenië getoond werd op onze website. En we dus aansloten bij de interesses van de bezoekers. Nou ja, de andere landen die je hier ziet, die waren voor ons iets minder relevant. Verenigd Koninkrijk zit heel veel concurrentie op voor glamping. Dus daar focussen we zelf wat minder op. We focussen meer op de Europese markt. Dus vandaar dat een Nieuw-Zeeland of een Colombia in combinatie met glamping voor ons ook minder relevant was om op te focussen. En we voor Slovenië hebben gekozen. Je kan het ook nog veel specifieker zien. Wat er bijvoorbeeld populair was, was een glamping met een bubbelbad. Is een populaire zoekopdracht of in ieder geval stijgende. Dat is vaak iets waar wij naar kijken, want populair is bijna altijd wel hetzelfde. Glamping in Frankrijk, glamping in Nederland. Nou ja, dat is vaak wel logisch te verklaren. En ja, ook op basis van je eigen gevoel kun je dat redelijk inschatten. Maar een meer nieuwe zoekopdrachten is wel vaak relevant om naar te kijken. Zoals je hier ook ziet dat mensen specifiek zochten op de zomervakantie in 2019 of zelfs specifiek op Valicella Glamping Resort, een bestemming van in Toscane, die eigenlijk nieuw was en waar dus ook heel veel interesse meteen voor was om die op te zoeken. Dus je kan hier eigenlijk een beetje een algemeen beeld krijgen van hoe het ervoor staat met jouw onderwerp in de markt. Dus dat kan best relevant zijn.
Je kan bijvoorbeeld ook op een regio zoeken. Dan krijg je wat meer informatie over uitstapjes in de regio die populair zijn of activiteiten. En kun je ook je site daar weer op aanpassen en zorgen dat op de site van je bestemming ook informatie over die regio beschikbaar is en wat je er kunt doen. Uiteindelijk voegen wij alle informatie samen in een soort factsheet die we naar onze klanten sturen. Daarin staat dus alle informatie vanuit Google Analytics wordt hierin verwerkt, populaire zoekopdrachten, partners waarmee we samenwerken, zodat zij eigenlijk in één oogopslag kunnen zien van is het relevant om ons aan te sluiten bij glamping.nl of niet. Vanuit alle data die we beschikbaar hebben, proberen we ook een contentkalender op te stellen. Ik ben benieuwd of er ook mensen in de zaal zitten die al gebruik maken van een contentkalender voor hun website. We zullen het zien. Mochten er ook nog vragen zijn tussendoor, stel ze gerust via de Q&A. Daar is die voor. Het gaat weer hard. Ik zal de resultaten even delen met je. Het is een beetje 50-50. Ja, klopt. Het ligt ook denk ik een beetje aan wat voor soort website je hebt. Ja. Voor een blogplatform is het natuurlijk heel logisch om een contentkalender te hebben. Maar voor een bestemming kan ik me voorstellen dat het iets minder logisch is. En dat je vooral gaat kijken naar welke specifieke themapagina's je bijvoorbeeld nog zou kunnen schrijven. Onze contentkalender zag er in 2019 zo uit. Daar zou ik niet al te veel over uitweiden. Maar je bestemmingsblogs zijn populair. En er zitten natuurlijk ook een aantal branded contentartikelen tussen. En persreizen, die worden er ook in opgenomen natuurlijk. Dus op het moment dat wij een glamping bezoeken, dat wij achteraf een verhaal schrijven met foto's, een mooie reportage maken voor die bestemming. Nou, op social media is onze community bij glamping redelijk sterk. We merken dat ook nu heel erg weer. Dat er echt veel mensen nu betrokken zijn bij onze berichten. Dus dat is heel fijn om te zien. Dit zijn iets oudere berichten. Wat goed werkt en wat niet werkt, dat is natuurlijk verschillend. Wat we nu heel erg zien is dat het heel goed werkt om bestemmingen te promoten. Omdat mensen natuurlijk nog last minute op zoek zijn naar een vakantie. Omdat ze die eerder niet geboekt hebben of die eerder niet doorging. Wat ook vaak goed werkt is filmpjes delen van accommodaties. Om te laten zien hoe graag de accommodatie eruit ziet waar ze naartoe gaan. We delen ook wel vaak berichten van anderen. Zoals je ook in het eerste bericht ziet. Dat soort berichten geven ook vaak veel bereik. En verder is het natuurlijk belangrijk dat de foto's gewoon mooi en goed zijn. Wij werken meestal met een samenvoeging van 4 foto's. Omdat je dan in één keer een beeld hebt van de hele bestemming en wat je er kunt doen. Waardoor mensen ook eerder geneigd zijn om op de link te klikken om eventueel de vakantie te boeken of in ieder geval te kijken of de bestemming bij hen past. Gaan we nu naar het creatief schrijven deel. Sommigen van jullie hebben misschien ook een tekst erbij. Wellicht dat je de tips meteen ook kan toepassen al. Het is ook allemaal prima om na de tijd de tekst die je erbij had nog eventjes naar mij op te sturen. Als je wil dat ik ernaar kijk, kan eventjes duren dan als 70 mensen dat gaan doen. Maar ik zal er zeker naar kijken en ik zal je ook van tips voorzien als je dat wil. Een van de belangrijkste tips voor elke bestemming of voor elke platform is ga op zoek naar USP's en gebruik die. Wij zorgen er ook echt voor dat al onze platformen een specifieke focus hebben. Glamping.nl focust alleen op bestemming met glampingaccommodaties. Kidscampings focust echt op kindvrienden kamperen. En onze regioplatforms focussen op één specifieke regio. En trekken dus ook alleen liefhebbers van die regio aan en bestemmingen in die regio. Zodat je heel gericht op onze website kunt zoeken en kunt vinden wat je zoekt eigenlijk. En daar ook heel specifiek terecht komt. Dus de kans op een boeking via ons is dan ook groter. Hoe je dat bijvoorbeeld kunt doen is door in je website te integreren. Dus je kunt bijvoorbeeld de website zo inrichten dat je al meteen 3 USP's kunt weergeven, zoals we dat bij glamping doen. Je kan ook ervoor kiezen om het juist in de titel te verwerken. Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan met een groot aantal blogs die we voor Zoever hebben geschreven. Op het moment aan het einde van het jaar wordt altijd gekeken bij Zoever welke bestemmingen hebben we dit jaar goed gedaan. Wat waren de reviews hierover? Waarom zijn die wel populair? Waarom niet? Wanneer hebben ze een goede score ergens op? En op het moment dat ze dan een goede score hebben, worden ze ook uitgelicht. Bijvoorbeeld als ze populair zijn, als er vaak op die bestemming gezocht wordt en naar gekeken. Of als ze bijvoorbeeld een specifieke
score hebben, bijvoorbeeld een beste score op kindvriendelijkheid, zoals je hier ziet. Dat is natuurlijk heel relevant, want op dat moment kun je meteen zien, hey, deze campings in Nederland hebben de beste score op kindvriendelijkheid. Dus als ik daar echt voor wil gaan, dan ga ik die bestemming boeken. Dus in je titel kun je daar ook al heel veel mee doen. Een andere tip die ik heb is om de tekst zo dicht mogelijk bij de klant te schrijven. Ik ben ook even benieuwd wat jullie zelf voor aanspreekvorm gebruiken. Deze poll hebben we niet klaarstaan, maar het lijkt me misschien wel goed als iedereen in de Q&A dit even zegt. Dan zien we ook of iedereen het kan gebruiken. Wij hebben daar ook natuurlijk wel veel over getwijfeld met Red. Wat doen we? Jij of u? Ik ben misschien iets ouder. Dus eerder fan van u en ook omdat het zakelijk is. Maar ik kan me helemaal voorstellen als het over vakanties en dat soort producten gaat, dat je eerder voor jij kiest. Zie jij ook de... Jij ziet niet de Q&A, denk ik nu, hè? Ja, dat kan ik wel even openen, hoor. Dan nou, maar merendeels, ik zie maar één uurtje. De rest kiest iedereen voor jij. En zeker op web social, zegt Lara, jij. Ja. Heel veel. Karin zegt u. Ik kan me vanuit het bedrijf wellicht ook voorstellen. Ilona ook. Sylviet, luxe vakantie, luxe product. Ja, als je 20.000 euro voor een reis betaalt, dan past misschien u beter dan... Ja, het ligt inderdaad een beetje aan wat je verkoopt. Want het kan in sommige gevallen een voordeel zijn om u te gebruiken. In het geval van reizen zou ik wel altijd aanraden om gewoon jij te gebruiken. Als je echt bestemmingen gaat promoten of in ieder geval mensen wat aanspreken om op vakantie te gaan. Vaak zijn het inderdaad moeders die bijvoorbeeld achter hun pc zitten om een vakantie te boeken. Het creëert iets minder afstand. Zeker op social media zie je dat bij onze platform bijvoorbeeld heel veel mensen ook met elkaar in discussie gaan van hey, waar is deze foto gemaakt? Hey, daar ben ik ook geweest. En op die manier krijg je toch iets meer interactie, zien wij zelf. Er zijn ook wel klanten waarvoor we met u werken, hoor. Want het is inderdaad een bewuste keuze vaak die bedrijven maken. Zelf kiezen wij ervoor om je te gebruiken, omdat het iets minder afstand creëert. Maar u kan in geval van duurdere producten of luxere reizen, of juist als je inderdaad een wat oudere doelgroep hebt, ook zeker aan te raden zijn. Ja. Ja, misschien een klein beetje een open deur, maar een aantrekkelijke titel is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Wij hebben bijvoorbeeld pas persbericht geschreven door ons over thuis kamperen. Zijn we begonnen met een initiatief om op vakantie in je eigen achtertuin te kunnen. Dat sloeg heel erg aan in de pers en is heel goed opgepakt. Denk ook omdat het nu natuurlijk een mooie oplossing is voor mensen. Maar ook omdat meteen in de titel duidelijk is wat er kan en wat er kan gebeuren. Bovendien zie je in de introductie ook nog een aantal grappige verwijzingen, zoals tuinnezie of pleido achtertuin, om mensen een aantrekkelijke introductie te geven van de tekst. Dat is wat meer als je op de bezoekers richt. Als je wat meer op de vakantieparken richt, is het vaak ook wel slim om juist te kiezen voor een duidelijke titel. Dus om te kiezen voor iets waarmee zij meteen in één oogopslag zien, wat kan ik hiervan verwachten. Dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan toen ik dit whitepaper voor luxe tenten schreef. Echt gewoon puur gericht op de coronacrisis nu. En hoe kunnen campings en vakantieparken daarmee omgaan? En wat kunnen ze doen? Hoe kunnen ze hun kampeerseizoen misschien verlengen? Wat zijn de effecten op de begroting en hoe kunnen ze dat voor zichzelf uitzoeken? Vooral ook bedoeld om hen zelf handvatten te geven om met de crisis om te gaan. En vooral niet om ze te sturen in een bepaalde richting. Maar gewoon om puur te kijken wat is voor jou relevant, voor jouw camping of vakantiepark. En wat zijn de voor- en tegens om bijvoorbeeld al open te gaan? Dit whitepaper was al iets eerder geschreven natuurlijk in april. Dus op dat moment waren ook nog veel bestemmingen dicht en was het nog de vraag hoe bestemmingen weer open gingen. En welke protocollen er vanuit de overheid golden of gingen gelden. En van welke subsidies ze bijvoorbeeld ook gebruik konden maken of van welke regelingen. En die stonden allemaal hier in dit whitepaper verwerkt om de campings toch te helpen om de crisistijd door te komen. En zo snel mogelijk ook weer gewoon leuke dingen te kunnen gaan doen en open te kunnen. Een ander ding wat echt heel belangrijk is in teksten is om vooral actief te schrijven. Een van de dingen die ik altijd vaak terugzie, ook zeker bij mensen die wat hoger opgeleid zijn en vaak heel veel artikelen hebben moeten schrijven voor bijvoorbeeld hun master, scriptie of andere zakelijke artikelen,
is dat er heel veel met leidende vormen wordt geschreven. Dus bijvoorbeeld, er worden leuke activiteiten georganiseerd. Maar als je al zegt, het dorp organiseert leuke activiteiten, klinkt het al veel actiever en veel aantrekkelijker om, om ook daadwerkelijk naar die activiteiten te gaan. En dan is dit nog vrij algemeen. Maar in veel vormen zul je dit terugzien dat het zeker zal helpen om je tekst aantrekkelijker te maken en ook wat makkelijker leesbaar. Bovendien gebruik je dan actief taalgebruik in plaats van passief taalgebruik. En dat zorgt ervoor dat mensen ook eerder betrokken zijn bij wat je schrijft en eerder zin krijgen om iets te gaan doen met jou of op die bestemming. Datzelfde, in dezelfde lijn daarmee is eigenlijk dat je beter geen er is of er zijn kunt gebruiken. Bijvoorbeeld, er is een leuk museum. Ja, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Je kan veel beter omschrijven wat er in het museum te doen is of waarom het een leuk museum is. Zoals hier bijvoorbeeld, het museum in Bardolino is favoriet bij de lokale bevolking van het Gardameer. Ook een andere tip is om niet te veel lange zinnen te gebruiken. Dat zagen we net ook al in de leesbaarheidsscore, telt het ook mee. Maar daarnaast is het ook vooral gewoon makkelijker leesbaar en fijn om met korte zinnen te werken. Dan raken mensen ook niet zo snel afgeleid en het is echt heel makkelijk om vaker een punt te zetten. Vaak als je een zin terugleest die wat langer is, kun je hem al opsplitsen, waardoor het ook gewoon duidelijker wordt voor de bezoeker wat hij aan het lezen is op je website. Een andere tip wat ik heel vaak terugzie in teksten, ook bij onze eigen contentschrijvers, maar eigenlijk overal wel, is dat het heel veel bijvoeglijk naamwoorden worden gebruikt. Dus bijvoorbeeld, in het fantastische restaurant zijn de pizza's heel lekker. Maar als je er wat langer over nadenkt, dan zegt dit eigenlijk niet heel veel. Want ja, elk restaurant kan roepen dat hij fantastisch is en elk restaurant kan roepen dat de pizza's lekker zijn. En dat zullen ze ook zeker doen, want ze zullen zeker niet gaan aanraden dat ze niet lekker zijn. Op het moment dat je meer gaat beschrijven waarom het restaurant fantastisch is of waarom de pizza's lekker zijn, dan zul je zien dat het ook veel aantrekkelijker wordt om te lezen en je veel meer zin krijgt om ook naar die bestemming toe te gaan, in dit geval het restaurant. Als je bijvoorbeeld zegt het restaurant is elke avond afgeladen, kun je al daaruit opmaken dat het restaurant dus goed bezocht wordt en waarschijnlijk de pizza's dus ook lekker zullen zijn of het eten wat ze daar zullen krijgen. Een andere tip is om kwinkslagen te gebruiken. Dus dat zijn opsommingen bijvoorbeeld. Doen het altijd heel goed op het moment dat je bijvoorbeeld wilt uitleggen welke activiteiten er te doen zijn op een vakantiepark. Kun je dat heel makkelijk doen door ze op te sommen en te laten zien wat dan de activiteiten zijn. In dit geval, wat ik een voorbeeldje heb gebruikt, zijn de activiteiten die voor families bijvoorbeeld heel interessant zouden kunnen zijn. Om te ondernemen, roets van de glijbaan, doe mee met aquarobics en maak een bommetje in het meer. Klinkt al veel aantrekkelijker dan er is een waterpark op de camping waar je een bommetje kunt maken. Zelfs dat is al beter dan er is een waterpark op de camping. Want tegenwoordig heeft bijna elke grote camping een waterpark. Dus dat is ook niet meer uniek. Dus dan kun je veel beter gaan kijken wat zijn nou de activiteiten op jouw bestemming die er uitspringen. En wat zijn de activiteiten die je daar kunt doen, of in een regio of op een attractiepark, kan natuurlijk van alles zijn, maar in ieder geval ga op zoek naar de dingen die op jouw bestemming ook echt gaan gebeuren qua activiteiten. Zijn er bijvoorbeeld altijd terugkerende thema's of altijd themaavonden die gedaan worden, zoals een Griekse avond? Dat is natuurlijk super leuk om te vermelden, dus zorg ook dat dat in ieder geval in je content staat, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn als ze naar die bestemming gaan. En vaak trekt het ook echt, levert het ook uiteindelijk extra boekingen op door specifiekere informatie te geven. Een ander belangrijk ding is om vooral vanuit wat je ziet en voelt te schrijven. Dus ja, als je op een bestemming loopt, hoe ervaar je dat zelf? Wat zie je? Wat zijn de dingen die je opvallen? Waar kun je naartoe in de omgeving? Hoe ver weg is dat? Een voorbeeldje kan al zijn dat een bestemming bovenop een berg ligt en op 5 minuten van zee. Geeft meteen al een heel duidelijk beeld van wat je ziet op het moment dat je op die camping staat. Maar het kan ook zijn, als je 's ochtends naar het bakkertje loopt, ruik je de verse broodjes al. Eet ze lekker op je veranda. Op dat moment krijg je al veel meer een beeld van hoe het er op die bestemming aan toe gaat en hoe het eruit ziet. Een andere belangrijke tip is om spreektaal en schrijftaal af te wisselen.
Ja, zelf was ik hier in het begin ook niet zo heel erg fan van, omdat ik toch wel redelijk taalkundig ben opgeleid en ja, altijd spreektaal wel redelijk uit een boze vond. Maar het mag eigenlijk best. Het geeft ook zeker ja, iets meer een actieve schrijfstijl en zorgt er ook voor dat je ja, de community kunt versterken. Dus zeker op social media werkt het erg goed om spreektaal en schrijfstijl af te wisselen. Maar ook om je tekst wat levendiger te maken, kan het soms helpen. Zoals dus bijvoorbeeld te zeggen, wow, wat een uitzicht. Het is een simpel voorbeeldje, maar het kan al het verschil maken. Nou, dat waren eigenlijk mijn 10 praktische tips en mijn webinar. Dus ja, heel erg bedankt in ieder geval voor het luisteren. En als jullie vragen hebben over jullie eigen tekst die jullie hebben meegenomen of andere vragen, ja, dan zijn die zeker welkom. Leuk, Renske. Jij ook alvast bedankt. Ik had even wat problemen met mijn internetverbinding, maar volgens mij kwam de webinar niet in gevaar. Dus snel overgeschakeld op wat anders. Ja, als er nog vragen zijn, stel ze nu inderdaad. Belangrijkste tips van heel interessant, ook over actief schrijven. Helpt ook heel goed bij het versturen van offertes, heb ik gemerkt. Dus zou ik zeker doen. Als er geen vragen zijn, nou, de contactgegevens van Renske staan ook in beeld. We zullen straks nog een terugkoppeling mail sturen naar iedereen. Met ook, ze bieden ook een hele interessante training aan. Daar zou ik ze ook zeker even naar kijken. Wij ook. Maar we werken ook veel samen met hen. Dus dat is alleen maar leuk. Die, even te kijken. Volgens mij zijn er verder nu geen vragen. Dan wil ik je heel erg bedanken.